Waarom onderduiken als je geen strafbare handelingen hebt gepleegd tegen de staat Suriname? Zo reageert bestuurskundige August Boudewijn op de recente ontwikkelingen ten aanzien van de opsporing van ex-financiënminister Gilmore Hoefdraad. De International Criminal Police Organization, Interpol, heeft gisteren middels een statement kenbaar gemaakt dat Hoefdraad niet op de officiële opsporingslijst van de organisatie wordt geplaatst. Boudewijn is van mening dat de motivering van Interpol dat er sprake moet zijn geweest van een politiek proces jegens Hoefdraad verduidelijk dient te worden. Hier hebben we te maken met een internationale politieorganisatie die onderzoek moest doen en die volgens haar regels van oordeel is dat hier sprake is van een politiek geassocieerde aangelegenheid. En dan moet men me nu uitleggen waar dat politieke precies in zit. Want ik weet dat er in het verleden een heleboel andere figuren opgespoord zijn die nog politieker waren, althans waarvan het geval nog politieker was. En die zijn opgespoord en opgesloten. Dus hier gaat het om een staatsfiguur, iemand van politiek-bestuurlijke aard, die dus door een regering geplaatst is als minister van Financiën en die bepaalde handelingen heeft gepleegd tegen de staat en die dus veroordeeld is door de rechter. Het Openbaar Ministerie geeft in een vandaag uitgegeven persbericht aan dat er nog tal van mogelijkheden bestaan binnen de internationale samenwerking om de ex-financiënminister te kunnen opsporen. Het signaleren van een gezochte persoon via Interpol is slechts één instrument waarvan gebruik gemaakt kan worden. De beslissing van Interpol om Hoefdraad niet op een opsporingslijst te plaatsen zal geen enkele invloed hebben op het Surinaamse strafproces. De uitspraak van het Hof van Justitie staat volgens het OM recht overeind. NDP-volksvertegenwoordiger Melvin Bouva is een andere mening toegedaan. Volgens Bouva is het besluit van Interpol een bevestiging van het standpunt van de Paarse Partij. Het proces om Hoefdraad te vervolgen is nog steeds een politiek proces, benadrukt de NDP-topper. Nou, voor mij is de kwestie met betrekking tot de benadering van Interpol nothing new. Omdat ik zelf en wij vaker hebben gewezen op de mate waarin er politieke, zeg maar niet alleen maar vervolging, maar het begin bij politieke aantijgingen, valselijke beschuldigingen, criminalisering is gebruikt om binnen de verkiezings- en de politieke campagne in feite het gevoel van die samenleving aan te wakkeren, want kasreserve is nooit gestolen. We hebben ook gezien, dat is bevestigd in het vonnis, dat in feite het in deze zaak van Hoefdraad niet gaat om een persoonlijk gewin, dat betekent dat ik nee, maar dat het gaat zelf om de bevoordeling van de staat ten opzichte van de centrale bank. Dat staat daar. De regering Santokki Brunswijk heeft inmiddels een lijvig document ontvangen van Interpol. Dit document wordt nader bestudeerd. Regeringswoordvoerder Elvin Roosveld geeft aan dat het laatste woord in de kwestie Hoefdraad nog niet is gezegd. Wat nog meer een verschuiving is van informatie, dus een beetje desinformatie, is dat het gevoel is gaan ontstaan bij de burger dat het juridisch proces dat loopt in Suriname afhankelijk zou zijn van wat daar staat in die brief. Mm-hmm. En dat is niet correct. Dus de misstanden die zijn gepleegd hier en de veroordeling die is gepleegd, die hier is uitgesproken, die staan recht overeind. Mm-hmm. Wat er daar is, wil zeggen, internationaal zal die opsporing niet op de lijst komen. Maar dat, en dat, de overheid heeft bewust gewacht met het verstrekken van die informatie, omdat zoals u kon horen van de minister van Justitie en Politie, heeft die aangegeven dat de overheid bezig is te kijken naar die informatie en wanneer dat helder is, de overheid uit zal komen, omdat het niet gezond is om paniek in de samenleving te creëren. Het Openbaar Ministerie geeft in haar persbericht verder aan dat Suriname in de periode van mei 2021 het proces is opgestart om gebruik te maken van het middel tot internationale signalering van Hoefdraad via Interpol. Nadat daartoe de formaliteiten in acht zijn genomen, is op 8 juli dat jaar bericht van Interpol ontvangen waarbij de mededeling is gedaan dat de Red Notice gepubliceerd zal worden. Deze publicatie had betrekking op dat deel van het netwerk dat slechts toegankelijk is voor Interpol-autoriteiten. De STVS-redactie sprak eveneens met ABOP-fractieleider Obed Kanapé en VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin.
De DNA-leden zijn van mening dat Hoefdra de staat Suriname wel heeft benadeeld en op basis daarvan vervolgd is. Het is gedurfd aan een organisatie om een oordeel geveld vanuit Suriname te veroordelen. Maar we kennen de programma's van deze organisaties. Het is niet een nieuwe organisatie, voor mij althans. Je leest erover, je weet erover. En ze hebben een bepaald, ja, ze zullen hun reden hebben waarom ze dat zullen doen. Waarom ze kijken naar ons rechtssysteem en en uiteindelijk een uitspraak gedaan hier in twijfel gaan trekken. En dan denk je bij jezelf, zou dit bezig? En dan zijn het partners van de staat Suriname. En dan denk je, waar staan die mannen? Maar in ieder geval, we kijken uit naar wat de reactie zal zijn vanuit onze OM. Wat de verdere acties zullen volgen vanuit de regering. Omdat if Skoutu is Suka Masranang en Skoutu nou een partner voor Interpol. Ja, dan is die kandidaat. Maar als je denkt dat Skoutu voor een plek aan het dag naar gewoon Westribi Wiki one day. Hé, hoe een Srotama dat die? Dat wil begin lomba kan matako Srotama. Mijn god. Dit is een instrument. Er zijn nog veel andere instrumenten. Bilaterale verdragen, dus stel Hoefdraad zou opduiken in Nederland, kan hij zo uitgeleverd worden. Ik zeg maar, of in Amerika, hij kan zo uitgeleverd worden. Maar er zijn ook andere multilaterale verdragen waarbij in dit soort gevallen de personen uitgeleverd kunnen worden. Dus nogmaals, de heer Hoefdraad mag gebruik van zijn mogelijkheden via zijn juristen en dikbedaalde advocatenbureaus in Amerika om zich vrij te pleiten. Dus dat kan, dat mag. Hij heeft hier ook een hoger beroep lopende. Laten we zien hoe dat uitpakt. Diverse DNA-leden zijn vandaag tijdens de begrotingsbehandeling kort ingegaan op de kwestie Hoefdraad. De regering heeft tot zover geen formele reactie gegeven. De Interpol-documenten worden verder bestudeerd.